Yo, gasten van Game met Frikandellen. Ik ben Sven en dit is weer een nieuwe gameplay. Dit is een Road to the Commander. Ik had hele paar dagen geen tijd om dit te uploaden, maar nu eindelijk kan ik weer even recorden. Ik weet het niet. Ik doe deze klas maar. Niet de beste klas. Nou, in ieder geval, waar ik het vandaag over wil hebben, is over eigenlijk AFC Ajax. Aangezien ik naar Ajax Celtic ben geweest, wat echt super vet is. Ik ben dus naar de Champions League geweest, voor mensen die het niet weten. Echt, het is super vet. En eindelijk, ze wonnen een keer 1-0 tegen Celtic. Ik vind het echt een hele goede prestatie. Dat ze eindelijk... Ze hebben gewoon gewonnen in de Champions League tegen de kampioenen van Schotland. Nou jongen, je wil niet weten hoe, wat een ervaring het is om daar in dat stadion te zitten. Echt, het is niet normaal lol. Zo, het is echt niet normaal lol, zeker naar die 1-0. En ook de keeper Cillessen, die stond helemaal, was niet normaal, stond de hele tijd stond hij met zijn armen van mop Ajax, weet je wel. En het hele publiek een beetje aan te sporen. Was echt super vet. Was echt super vet. Dus nou ja, het hele stadion natuurlijk op zijn kop. De F-site en vak 410 gingen helemaal, op zijn kop. Was niet normaal vet. Nou ja, wij natuurlijk ook. Ik ging ook los. Samen met mijn vader. Het is echt, ja, het is gewoon hartstikke leuk om een keer mee te maken. We zijn van plan nu ook naar Ajax Barcelona te gaan. Dus daar ben ik ook, ja, daar ben ik eigenlijk ook benieuwd hoe Ajax het gaat doen tegen Barcelona. Ik bedoel, Barcelona is natuurlijk wel eventjes een tikkeltje moeilijker dan Celtic. Maar ik weet dat ze het kunnen, dus... Echt, het zou me wel echt heel erg verbazen als ze winnen. Maar ik bedoel, als het hele publiek gewoon helemaal losgaat, dan dat Ajax, dat wordt daardoor ook veel beter. Dat zeggen ze ook altijd in de nabeschouwing van, ja, en toen op het einde, toen ging het publiek achter ons staan en toen hebben we nog een goal gescoord, weet je wel, zo. Het was natuurlijk, oh fuck. Het was natuurlijk niet de beste wedstrijd, dat zeker niet, maar ze speelden wel echt goed gewoon. Ik sta eerst even lol. Ze speelden wel echt goed en ja, ze hebben gewoon 1-0 gewonnen. En uiteindelijk gaat het om de doelpunten. Ik haal die shock charges, jongens. Zo, sniper dam. Oh. Nou, in ieder geval, ik ben niet zo van de campers. Maar, we hadden het over Ajax, over dat het gewoon super vet is om dat een keer mee te maken. En ik heb het dus meegemaakt. Het hele stadion gaat de hele tijd op zijn kop. Het is gewoon super vet. En ook misschien nog een tip. Stel je wil naar de Champions League, koop je kaartjes dan wat eerder. Koop je kaartjes voor de loting. Dan is het namelijk echt veel goedkoper. Dat zweer ik je. Nee! Nou, ik zweer je, dat is echt veel goedkoper. Dus zeker ook voor mij niet dat ik het op het allerlaatste moment koop hoor. Dat slaat ook nergens op. We hebben het ook wat eerder gekocht. Nee, dan is het ook een stuk goedkoper en dan... Is het ook gewoon leuker, want ja, ik zal gewoon niet zoveel geld gaan betalen dan voor een wedstrijd, weet je wel. Dan denk ik gewoon van, oké, als je zoveel geld betaalt voor één voetbalwedstrijd, dat vind ik dan echt gewoon zonde. Maar het gaat er gewoon om dat het gewoon hartstikke leuk is. En daar staat weer een short charge. Wat? Dat was scheef. Maar ja. Nooit.
Nooit. Nou ja, daar, dat was een beetje het Ajax verhaal. Nou, de gameplay is nog niet afgelopen. 5 minuutjes. Zo, aardig lang. Voor een team deathmatch. Nou, in ieder geval. Die is dood, die is dood, die is dood. Hier staat. Hier staat er iemand te campen. Ja. Jammer, jammer, jammer. Maar in ieder geval, waar ik het nog over wil hebben, is over het kanaal. Wat ook even een vraag aan Damien of Max. Ik weet niet wie die vraag kan beantwoorden, maar hoe zijn jullie op de naam gekomen gamen met frikandel? Serieus, echt. Frikandellen. Er zal wel een heel verhaal achter zitten. Dus ook iets waar jullie het over kunnen hebben in jullie gameplay. Oh, wat? Oh, wat? Oh, hij plofte niet. Maar ook iets waar jullie het over kunnen hebben in de gameplay. Over hoe je op de naam komt. Dat lijkt me ook wel van. Ja, hoe kom je eigenlijk op gamen met frikandellen? Het is ook vaak als je een YouTube-kanaal al maakt, zo moeilijk om echt een goede naam te verzinnen. Dus daarom ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe jullie op deze naam zijn gekomen. Ik dacht dat dat nog eventjes een campertje was van u. Nee. Nou. Stel, hebben jullie ook een YouTube-kanaal? Laat die dan even achter in de reacties. Dan zal ik dit YouTube-kanaal gaan bekijken. En dan kan ik misschien in mijn volgende video. Kan ik kiezen gewoon een paar YouTube kanalen uit die jullie in de comments hebben laten staan. En dan ga ik die gewoon even bekijken en dan geef ik daar mijn mening over dit YouTube kanaal. Is het een goede naam? Is het vaak bekeken? Of wees dan wel leuk en doe echt jouw kanaal of een kanaal met je vriend, weet je wel. Maar ga dan niet na je doen en doe bijvoorbeeld... Oh, de glaskill? Ja, volgens mij de glaskill. Maar ja, doe dan niet naaiend en zeg niet van DDG of zo. Daar heb ik niks aan. Maar laat echt gewoon, nou, glaskill voor mij. Laat echt gewoon jou in de reacties achter. Zo. In de reacties achter wat jouw kanaal is. En dan ga ik het daarvoor hebben in mijn volgende video. En gasten, 19 om 12. En ik check jullie later.